Ik voel me hier wel veilig met deze mannen op de achtergrond. Maar ja, daar gaat het niet om. Het gaat om de opening van de Limes. Vandaag worden de Limesbanden onthuld. Op de Limesbanden kan je de hele noordgrens van het Romeinse Rijk zien. En die liggen hier op de plek van de Romeinse weg, die Marieke hier een paar jaar geleden heeft opgegraven. Voordat de wijk hier werd gebouwd, hebben wij archeologisch onderzoek uitgevoerd. En we zijn eigenlijk in dit gedeelte begonnen en een heel stuk de andere kant op gegaan. En hebben de hele weg proberen te volgen. En hele stukken daarvan opgegraven. Heel veel grind en greppels. En uiteindelijk kwamen we ook nog een moerasbrug tegen. Ja, het is ook wel heel bijzonder dat er zoveel onder de grond ligt. Ja, dat is elke keer weer verbazingwekkend. Met name die Limes, hè, wat natuurlijk net werelderfgoed geworden is. Nou, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Die heeft zoveel archeologisch opgeleverd, ook in Rijnvliet. En wat zo mooi is, het blijft niet in het depot of in een rapport. Maar je kan het op allerlei plekken ook nu terugvinden. Gewoon in de openbare ruimte en in dit geval gewoon op een schoolplein worden kinderen, mensen, bezoekers geconfronteerd met die Limes. En die worden nieuwsgierig, die leren die van, die lezen erover en die gaan misschien naar Castellum Hogewoerd. Nou, en vandaag komt er weer zo'n stukje bij van zo'n visualisatie. Nou, het is echt te gek dat op een schoolplein. Dus hoe, qua educatie, hoe goed wil je het hebben? Het leuke is dat ze, als je vraagt hoe heet je school, dan zeggen ze allemaal Rijnvliet. En als ik dan vraag waar ligt die Rijn dan, dan zie je ze allemaal heel hard nadenken. En op een gegeven moment, al vertellend, kom je dan zelf weer op het pad. Dus dan beginnen ze ook te beseffen dat ze weten allemaal dat die school bijzonder is omdat het de Limes is. Maar dat die Limes ook buiten hun school doorloopt, dat ze daar ook wel bovenop stonden met mij vanmorgen. Dat is zo van, hé, hij loopt kennelijk nog verder ook. Dat was wel heel leuk om te merken. Hoe geïnteresseerd zijn kinderen nog in de geschiedenis? Enorm, want als ik dan even verder kijk naar het museum, daar doe ik ook jeugdgroepen. Nou, je hoeft nog geen twee letters op Facebook te zetten, bij wijze van spreken. En de groepen zitten vol. En allemaal geïnteresseerde kinderen uit de hele wijk Utrecht, overal komen ze vandaan. En dat zijn echt kinderen die interesse in dat soort dingen hebben. Net zo goed als je kinderen hebt die helemaal gek zijn van voetballen. Hebben jullie er ook die helemaal gek zijn van alles wat met de Romeinen te maken heeft. Je hebt natuurlijk ook combi's, want je hebt ook die komen van voetballen en die komen bij mij binnen. En andersom gaan ze naar violes, dat heb je allemaal ook. Maar ook die groep die dat nou juist heel leuk vindt.